Vorige zomer kwam Eddie Peeples naar PSV om te gaan werken bij de belofte. Na één seizoen werd de Belgische verzorger gepromoveerd naar het eerste elftal. En deze zomer gaat hij met Servië mee naar het WK in Zuid-Afrika. Dat noemen we nou nog eens een carrière die in de lift zit. Danko had op stage in Valencia mij erover aangesproken. En hij vroeg als ik mee naar het WK wou gaan met hem, met Servië. En ja, voor mij is dat een droom die uitkomt. Dat is mooi voor mij. Hij gaat dus met Servië mee op voorspraak van Danko Lazovic. De spits die in maart vertrok naar Zenit Sint-Petersburg en vele supporters verbijsterd en misschien wel onbegrepen achterliet. Maar ondanks dat alles heeft Eddie Peeples nog steeds een goed gevoel bij de Servische spits. Ja, ik had met Danko hier een speciale band. Ik kon goed met hem opschieten. Vanaf de eerste keer dat hij bij mij kwam voor verzorging en voor massage, klikte het gewoon tussen ons. En ik weet niet wat ik kan zeggen, maar een beetje een vertrouwensman van Danko geworden hier. Jammer dat hij weg is voor mij en ja, ik denk voor heel PSV. Waar vele spelers natuurlijk hopen op een WK, gaat Eddie Peeples dus met Servië naar Zuid-Afrika. Net als misschien wel Jagos Vukovic. En heeft de Belg dus een druk programma in het vooruitzicht. Ja, drukke tijden denk ik. We gaan eerst volgende week naar Brazilië. Dan kom ik terug en dan neem ik een paar weken vakantie. En dan 3 juni... reis ik naar Servië, sluit ik aan bij de ploeg en dan gaan we naar Zuid-Afrika. Hoe is je Servisch? Kan ik niet. Dat is jammer, maar ik kan me wel bijhelpen. Dus masseren heb je geen taal nodig.